Ik ga een pesto maken in de vijzel. Ik begin met het roosteren van de pijnboompitjes op een laag vuurtje, want dat kan erg hard gaan. Ze moeten mooi goudbruin worden. Regelmatig even omschudden. Dan een grote bos basilicum, blaadjes van de takken rissen. En een teenknoflook met wat zeezout even fijn vijzelen. En dan gaan de pijnboompitjes erbij. Dit kan heel makkelijk in de keukenmachine, maar in de vijzel is het makkelijker om de structuur en de smaak van de basilicum te houden. Nu gaan de blaadjes basilicum erbij. Gewoon afscheuren en vijzelen door de pijnboompitjes. Nu steeds wat olie toevoegen en weer wat basilicum. En zo ga je door tot alles op is. En nog wat olie en de geraspte parmezaan erbij. En als je een mooie smeuïge massa hebt, dan is die klaar. Tijd om de pasta te gaan maken. De pan water voor de pasta staat op en ik begin met het maken van de saus. Bosuitjes fijn snijden. Mooie rijpe kersttomaatjes. En de burrata. Dit is een hele zachte mozzarella-achtige kaas. Hij is zacht en romiger dan de mozzarella en is erg lekker voor deze pasta. In flinke stukken scheuren. Flink wat vers gemalen peper. Een lekkere olijfolie. En dan heel zachtjes omschepen, heel voorzichtig. En dit kan hem even lekker intrekken en ondertussen ga ik de pasta koken. Ik gebruik pennen. Het zout naar de pasta in de pan. Ik ga wat kookvocht uit de pan en dat gebruik ik straks om de pasta wat smeuiger te maken. Even checken of die goed is. Afgieten, terug in de hete pan. En dan gaat de pesto erdoor. En een scheut van het kookvocht. Even snel omscheppen en je kunt zien dat er nog basilicum herkenbaar te zien is. En dat geeft een lekkere smaak. En schep het door de massa tomaten, kaas, wat parmezaan, flink geraspte peper. En dat is een penne pesto met burrata.